Dit is bespreking van het laatste stukje van paragraaf 12 en het eerste stukje van paragraaf 13 van het 23e boek van Ab Urbe Condita. Aan het woord is nog steeds Hanno in de Carthaagse Senaat. In het onmiddellijk voorafgaande heeft die mago twee vragen gesteld, namelijk vraag 1. Mago, kun je mij vertellen of er een volk met Latijnse rechten naar ons is overgelopen? Een volk met Latijnse rechten, dat is een nauwe bondgenoot van Rome. En vraag 2. Mago, misschien kun je me dan vertellen of er ook maar iemand uit Rome zelf, van de 35 tribus, stond er in het voorafgaande, naar ons is overgelopen. En op dat punt van de redenvoering van Hanno zijn we. Mago geeft antwoord. Mago heeft dus het woord genomen. Cum utrumque mago negasset. Negasset is hetzelfde als negavisset. Toen, met de conjunctivus, mago ontkend had utrumque, allebei de dingen. Dus het antwoord op beide vragen van Hanno is nee. Toen zei hij, onderwerp Hanno, hostium quidem, van vijanden dus, dat quidem, dat legt nadruk op die vijanden, op die hostium. Hostium staat al met nadruk vooraan, quidem legt daar nog eens extra nadruk op. Je kunt dat in het Nederlands vertalen met een klemtoon, hè, zoiets als van vijanden dus, ergo, zei die. Is er nog al te veel, nimis multum, is er nog al te veel over, super est. Nog steeds, ad hoc, is er dus nog veel over. Er zijn dus nog heel veel vijanden, zegt Hanno, nog veel Romeinen en hun nauwe bondgenoten. Sed multitudo ea, maar die menigte, dus die menigte van al die vijanden. Ik zou willen weten, staat achteraan, velum is de conjunctivus van velle, willen. Ik zou willen skieren, willen weten. Die menigte zou ik willen weten. Wat? Van motivatie, van geesten, dat is niet zo'n handige vertaling, dus ik heb motivatie vertaald. Wat van motivatie of wat van hoop die hele menigte heeft, dat multitudo ea, dat zijn dus al die vijanden die nog over zijn, dat is het onderwerp van habeat, de conjunctivus vanwege de afhankelijke vraag. Ik zou willen weten hoe die menigte gemotiveerd is. Zijn ze nog gemotiveerd om zich tegen ons te verzetten? Cum itne scire mago diceret. Dus toen mago diceret zei, in het imperfectum, je zou kunnen vertalen, toen mago bleef zeggen, itne scire, accusativus cum infinitivo, dit niet te weten, dat hij dit niet wist. Toen, het is geen ACI overigens, nee, skieren hangt gewoon af van dikkerheid. Toen mago zei dit niet te weten, dat hij dit niet wist, zei hij, onderwerp per Hanno, nihil facilius scitu est, niets is, facilius comparativus vergrotende trap van facilis, niets is gemakkelijker. Scitu is een niet veel voorkomende vorm die supinum heet en betekent om te weten, van hetzelfde werkwoord als dat skieren wat we net hadden. Ik zoek even, waar stond die ook alweer? Daar, skieren welim. Niets is gemakkelijker skitu om te weten, zei Hanno dus. En hoe kun je dat dan achterhalen? Nou, je kunt bijvoorbeeld uitzoeken equos legatos, soms enige gezanten, naar Hannibal. Romeinen is onderwerp van miserunt, Romani miserunt. Hebben de Romeinen gestuurd? Dit is een vraag. Soms enige gezanten naar Hannibal de Pake. Hebben wij een gezantschap van de Romeinen ontvangen om over vrede te onderhandelen? Als dat het geval is, dan zijn ze niet zo gemotiveerd. Equam, in ieder geval niet zo gemotiveerd om verzet te plegen. Equam mentionem, dat hoort bij elkaar, soms enige melding, tenslotte, denique. Is het Hanno stelt nog een vraag, tenslotte enige melding van vrede in Rome gemaakt te zijn. Dit is een ACI, mentionem factam esse, die afhangt van allatum est. Is er naar jullie, dus jullie in Italië, Hannibal en zijn leger, is naar jullie overgebracht, is aan jullie bericht.
dat er melding gemaakt is, dat is dus die ACI, dat er enige melding gemaakt is, tenslotte, van vrede in Rome. Hebben jullie spionnen uit Rome gemeld dat er in Rome überhaupt sprake is van vrede? Cum et quocune gasset, toen hij onderwerp natuurlijk mago ontkend had, et quoque, ook dit, toen hij ook dit ontkend had, zei hij, dat is natuurlijk weer Hanno, bellum igitur, oorlog dus. Zo integraal hebben wij als wij hadden op de dag dat Hannibal naar Italië is overgestoken, over de Alpen natuurlijk. Dus de conclusie van Hanno is, als Mago steeds maar nee blijft zeggen, ja, dan hebben we natuurlijk nog gewoon oorlog met de Romeinen, zoals in het begin. En stelt die fantastische overwinning van jullie in Cannae, die stelt dus niet zo heel veel voor.